Hallo Back Legion en welkom bij Just Cause 3. Een nieuwe serie op mijn kanaal en een wat andere serie dan wat je gewend bent. Het is namelijk geen Let's Play en het is geen Funny Moments. Ik heb het zelf maar Awesome Moments genoemd, omdat er heel veel explosies in voorkomen. En explosies zijn fucking awesome en zeker niet funny. Body glitches zijn eigenlijk wel en die gebeuren ook wel eens. En andere rare dingen enzovoort. En daar draaien deze video's een beetje om. Dus het gaat niet om de story van de game, want die is echt heel simpel. Het is gewoon, je komt op een eiland, er is een dictator. Je moet allerlei dorpen liberaten. Je moet allerlei facilities opblazen van de dictator. En vervolgens ga je achter de dictator aan. Dus qua story is het niet superveel. En dat is dus ook de reden dat ik ervoor heb gekozen om er geen let's play van te doen. Je krijgt wel elementen van de missies mee. Maar de missies over het algemeen zijn echt gewoon, blaas dit op. Liberate dat, blaas dit op, liberate dat. En zo de hele tijd door. Je krijgt er wel wat van mee, maar het is geen complete let's play. En voor de rest, funny moments, zeg maar, is dus een beetje gemixt met alle explosion shit. Want deze game draait naast exploration en eigenlijk heel erg om shit opblazen. Echt, bijna alles is op te blazen. Je kunt gewoon tegen een lantaarnpaal aanlopen en hij ontploft bijna, zeg maar, in stukjes. Dus dat zegt al genoeg. Je kunt bruggen opblazen, ja, gewoon eigenlijk alles. En dat was fucking ziek. En ik hoop dat jullie deze video ook heel erg leuk gaan vinden. Laat in de comments even weten wat je van het Awesome Moments idee vindt. En ik wens je heel veel plezier met deze video. We hebben dus een nieuwe grapple hook. Kunnen dingen naar elkaar toe laten trekken. En zullen we eens even kijken. Awesome, dat werkt heel goed. Barrels zijn heel explosief in deze game. Wat ook heel erg mooi is, alles is rood gekleurd. Dus laten we eens even kijken of we supports weg kunnen halen. Dat zou fucking ziek zijn, dat je dingen kunt laten instorten en shit. Wow, dat werkt. Nice. Wow, die bol. Die gaat gewoon zweven. Holy fucking crap. Al die brokstukken ook. Zieke shit. Oh, en een dikke explosie. Die bomen gaan er zelfs aan. Gewoon een dikke nuke bijna, man. Fucking hell. Dat is zo fucking awesome. Al dat vuur, dat gaat er ook nog lekker naar boven. Want dit is in principe volgens mij een soort gaswinningsdingen, zeg maar. Dus er gaat continu gas erin. Dus even kijken of we een mooi domino effect voor elkaar kunnen krijgen. Dat die omvalt tegen de andere. Dat lukt. Hij ontploft niet instant. Die barrels ontploffen echt instant, maar die dingen niet. Handig. Oké, daar ging die. Nice, die heeft de supports meegenomen van de ander. Fucking ziek. Deze game, qua explosief en shit, is zo fucking ziek. Echt geweldig. Nou, ontplof. Kom op. Ja, awesome. Lekker. Die valt op de containers. Ja, die drukt zelfs de container weg. De physics in deze game zijn gigantisch goed. Echt fucking ziek. Mooi, explosie erbij. Dan ging de barrels. Wow! Nice. Nog meer kettingreactie dan ik had verwacht. Holy crap, dat was fucking ziek. Alright, dan gaan we dan. Wingsuit time. Awesome. Dat werkt echt mooi. Vliegt lekker snel. Oh, fuck. Alright, we overleven die shit gewoon. Rico is gewoon Superman stiekem. Normaal moesten we de parachutes gebruiken. Maar ja, met een wingsuit met je bak is op de stoep landen. Dan komt het helemaal goed. Blijkbaar. Zullen we kijken. We moeten hier de shit planten. Werk. Oh, klik. Plant. Ah, ja, eindelijk. Oh. Oopsie. Alright, daar komt de convoy aan. Mooi. Explosieven zijn dus gepland. En nou is het wachten op het goede moment. En dat is nu. Oh, die ene gaat het halen. Oh, toch niet. Die voorop reed, die haalde toch bijna ook. Damn. Die brug stort echt mooi in trouwens. Oh ja, deze toren moet echt om, jongen. Eigenwijs stuk. Dat is echt een eigenwijze toren. Dan maar op de barrels. Yeah, get wrecked toren. De aanhouder wint. En dit ding even hacken. En dan bye bye helikopter. Of meerdere helikopters trouwens. Oké, dat zijn ze allemaal gehighlight en rood. Oh, get wrecked. Die SAM-site is zeer effectief. Holy crap. Hij schiet gewoon meerdere rockets af. Goed bezig. Come on. Ah, dat is mis. Ja, die is raakt. Nice. Die... Wow, al die shit vliegt fucking hoog lucht in. Holy crap. Alright, dit is dus een basis.
Even shit kapot maken. Dat is dus die Ravello's folks en dit. Is dit niet de policia? We gaan naar die deur toe. Moeten we activeren. Blijkbaar. We letten gewoon even niet op die lui. Eerst dit even doen. Call in the rebels. Oh, ik kom gelijk barbed wire op mijn hoofd gevlogen. What the fuck was dat? Yeah, come on. Oh, fuck it. Ik weet iets wat effectiever is. Bam! Bam! Kijk, zo ruimt dat wel op. Holy fucking crap. Hey, helikopter. Gaat het met jou? Nou, niet meer zo best. Get wrecked. Kom op, ga neer. Oh. Nice. Zieke shit. Ah ja, daar komt het. Vliegles met Black. Dit wordt wat. Come on. Ik weet de controls niet. Dus dat wordt wat. Oh, fuck, fuck, fuck. Wow. What the fuck? Double barrel roll. Met de helikopter. Fucking nice. Oh my god, dat we dat overleefden. Tegen de fucking muur aan. Ja, ah, rot, beter gezegd, ook nog. Dat overleven we gewoon. Doe een barrel roll. Fucking geweldig. Deze wereld ziet er trouwens fucking ziek uit, jongen. Dat eiland. Die bergen. Dat linksboven daar. Boven op die berg. Zo ziek. Je kunt ook een heel eind kijken. Dit is echt gewoon... Het zijn boerderijen en shit. Zo mooi. Maar, ik ga eruit. Oh, we hangen eerst er even onder. Tuurlijk. Doe je altijd casual. Wee, free falls, leuk. Maar ik heb graag even een wingsuit. Dank u. Oh, oké. En een parachute. Daar is ons objective. De mystery location. Oh, tegen de boom aan en weer terug. Een scooter, serieus. Dat is waarvoor we hier zijn. Een scooter. Gesproken als een echte dief. Niemand zal het missen. Ah, hij is dus de Rebellion supplier, zeg maar. Dus even een stoppie doen. Oh, wat een stoppie. Nice. Why do you need this scooter? Inderdaad, waarom deze? Nee, die ken ik niet. De Dracona. Ah, een hele mooie bike. Oh ja, little prank, sowieso. Ja. Ja, inderdaad. Wat hebben wij aan een fucking scooter? Het is wel cool dat je dus bij hem dingen kunt inleveren. En dat je supply drops kunt callen met alle dingen die je gevonden hebt, zeg maar, in de game. Maar je moet dus eerst bijvoorbeeld deze scooter dus naar die garage van hem brengen. En dan, oh, gaat dood, alsjeblieft. Come on. Dank u. En dan kun je dus... Ga ook dood. Come on. Ik wil mijn verhaal afmaken. Dank u. Oh, er zijn nog meer mensen. Nou ja, we schieten wel even door. Je kunt dus dingen van hem callen. Wapens en auto's en shit. En... Dood, wat wit. Kim, ik wil mijn verhaal afmaken. Goddammit, gaat dood. Jij ook nog. Ja, lekker. Ja, come on. Oh, ja, je gaat niet bellen, dikke vinger. Oh, daar heeft nog één. Ja, gaat ook niet bellen. Haha, dan kom ik een verhaal opmaken. En je kunt dus een supply drop incallen met wapens en voertuigen en shit via Mario. Maar je moet ze dus eerst gevonden hebben in de game. Dat is een nice systeem. Dat vind ik heel erg leuk. We hebben nou dus een sniper, die kan ook eindelijk scopen. De rest van de wapens kun je eigenlijk niet meer scopen, dat is kut. Maar ik heb even een plan... Om de scooter mee te nemen. Dat ding is fucking traag. Dus we gaan het even op een leukere manier doen. Hoop ik. Tenminste, als dit werkt. Ik ben benieuwd. Even naar achteren. Ja, mooi geparkeerd. Even vasthaken. Ja, dat is wel goed. Vasthaken aan de achterkant. Perfect. Nou hopen dat dit werkt. Dat het niet instant explodeert. Oh, dat werkt. Oh, dikke flip. Holy crap. Dat werkt serieus. Die scooter die is echt gewoon wrecked. Zo meteen. Oh my god. Oh. Oh, nice. Hij rijdt even. De scooter rijdt. Oh, laat maar. De scooter rijdt niet meer normaal. Die buggy heeft trouwens wel lekker geluid. Holy crap. Oké, hier naar links. Oh. Sorry, scooter. Die gaat de bochtjes in. Oh, bijna van het ravijn af. Dat ging nog maar net goed. Aan de kant auto. Dit is scooter verhuizen met Black. Oh. Oh, dat past prima. Oh, de fijn datebomb! What the fuck? What the fuck gebeurt er allemaal? Oh, nee! Nee, scooter, niet in de fik. Nee! Nee. Oh, goddammit! Dan moet ik wel rijden met de scooter, dat wil ik niet. Oh, sorry meneer!
Het was een lange tocht. Ik ben moe. Oh, mooi jump. Oh, nog een mooi jump. Alright, processing. Dus als het goed is, is deze nou van ons. Vehicle chopped. De 69 Strias Zuro. This vehicle is now unlocked and appears in your rebel drop list. Awesome. Dat is echt nice gedaan. Ja, inderdaad. We hebben nou alleen die kutscooter. Heb je niet wat beters voor ons? Ja, we hebben de beacons opgepakt. Het uitzicht is best cool hier. En dus hebben we het eens even callen. Throw beacon. Perfect hier. Oh, enough space. Ah, het is genoeg, joh. Genoeg space. Oh, straaljager, ik kom voorbij. Holy crap. What the fuck? Hoe de fuck komt daar een helikopter uit? Er komt confetti in al. Fuck je ziek game. Geweldig. Hallo meneer Bush. Ik wil graag jou lenen. Ah, fucking hell. What the fuck? Kut auto. Bush, kom hier. Haha, we zijn op de bus. Hallo meneer, ik wil graag uw bus kennen. Vehicle. Hoppakee. Waarom stuur je naar rechts? I love you, Rico. Terwijl ik hem uit de bus rob. I love you. Oké. Zijn laatste woorden waren. Ah, eens even op de map kijken. What the fuck is dat? Vraagteken. Zullen we doorrijden dan? Ik ga namelijk... Oh, sorry boom. Ik ga namelijk naar de garage toe. Maar hier is blijkbaar een secret. Eens even kijken. Wat is het voor secret? Light the scrine. Oké. Rebel scrine. 1 van de 18. Cool. Trouwens, een mooi zonnebloemveld dit, joh. Tractor! Kan ik op je rijden, alsjeblieft? Yeah! Fucking awesome. Boer Black. Goedendag, heen. We nemen het veld op. We nemen de appel controleren als je er wel goed bent. Als je al riepen bent. Ah, ik wou de tractor naar de garage rijden, maar dat duurt al heel erg lang. Dus ik heb even een ding gecallt. Kablam! Een nieuwe helikopter. Met nieuwe wapens erbij. You can never have enough bullets. Eens even kijken. Dit is een helikopter, trouwens, een minigun zoals je ziet. Dus dat belooft heel interessant te worden. Ik vind het echt cool dat je die shit gewoon kunt callen. Dat er een container uit de lucht flikkert en dat daar een fucking helikopter in zit. Dat is ook knap. Beetje gas geven. Ja, lekker. Het besturen van de heli is een beetje apart trouwens met de sticks. De linker stick en de rechter stick doen twee verschillende dingen. De ene is echt om rond te draaien, de andere is om links en rechts te kantelen. Maar ja, dan gaan we de tractor eens even aan de helikopter knuppen. Ik neem aan dat je dat idee al wel door had. Achteraan, ja, daar moet het goed zijn, denk ik. En de garage is namelijk 1,6 kilometer hier vandaan. Allright, even kijken als dit dan werkt. Met de trekker eronder. En, yep, dat werkt. Fucking awesome. Oké, dan gaan we naar rechts. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Trekker lief zijn. Trekker Thomas, lief zijn. Gewoon eraan hangen en niet gemeen doen. Dank u. Oh, we zijn er bijna. Die zee is zo blauw, jongen. Fucking hell. Oké, naar beneden. Naar de garage toe. Come on. Oh, trekker, wat doe jij? Nee! Oh, fuck. Hey, mijn trekker. Trekker Thomas is dood. Rip.